heerlijk dit. Strand, zonnetje op mijn gezicht. Als je in de zon zit, dan gebeurt er echt van alles in je lijf. Zeker in het grootste orgaan van je lichaam, je huid. Een beetje zon vindt je huid heerlijk. Je huidcellen maken bijvoorbeeld vitamine D aan en dat zorgt voor sterke botten. Maar we weten allemaal, als je te lang in de zon zit, dan is dat niet goed. Hoe zit dat eigenlijk? En hoe zorgt zonnebrand ervoor dat je niet verbrandt? Zonnebrand als huidbescherming, dat leggen we zo uit. Eerst even iets over de zon. Je kunt de zon zien als een grote ster die heel fel licht geeft. En dat licht dat bestaat uit allemaal verschillende soorten zonnestralen. Sommige van die stralen die kun je zien, zoals het licht wat op het water schittert. Maar er zijn ook stralen die kun je niet zien. Onzichtbare straling dus. Het meest bekende voorbeeld is ultraviolette straling, UV-licht. En het is juist die straling, UV-straling, die heel schadelijk is voor je huid. Gelukkig helpt de natuur mee ons te beschermen tegen die UV-straling. Anders dan zouden we buiten alleen maar verbranden. In de lucht zitten ozondeeltjes. Die ken je misschien wel als de ozonlaag. En dat vormt een laag om de aarde. Die ozondeeltjes die absorberen de UV-straling. Ze slurpen een deel van die UV-straling op, waardoor minder stralen de aarde bereiken. Aan het begin en aan het einde van de dag, als de zon nog niet zo hoog staat, dan leggen de zonnestralen een lange weg af door die ozonlaag. Er wordt dan veel UV-straling tegengehouden. De straling die de aarde en dus ook jouw huid wel bereikt, die kun je tegenhouden met zonnebrand. Maar midden op de dag, als de zon hoog staat, dan is die afstand kort. En dan kun je binnen 10 minuten dus al verbranden. Nou, daar kan echt geen zonnebrandcrème tegenop. Dus op het heetst van de dag kun je beter even de schaduw opzoeken. Tijd voor een siesta. Even rusten. Het zonnetje op je huid is natuurlijk prima, maar je huid te lang en onbeschermd blootstellen aan zonlicht, dat is niet goed. En daarom onderzoeken ze hier in deze kliniek in Rotterdam hoe je je huid nou het beste kunt beschermen tegen de zon. Dit is dokter Jetske Ulte. Zij weet heel veel over de huid. En in het bijzonder de huid in combinatie met de zon. Dus ik kan aan jou wel vragen, hoe kan het dat als ik buiten loop in de zon, dat mijn huid dan bruiner wordt? Nou, je lijf is eigenlijk ontzettend slim. Want zodra je huid wordt blootgesteld aan zon, gaan de pigmentcellen die in je huid zitten pigment aanmaken. Okay. En pigment is eigenlijk een soort schildje tegen de zon. Dus daardoor kan er minder schade aangericht worden. Mm. En hier zie je een model van de huid. Oh, en de huid bestaat uit verschillende lagen. En in die bovenste laag zitten de pigmentcellen. Maar hoe kan het dan dat ik toch verbrand soms? Ja, je huid kan zichzelf wel een beetje beschermen, maar niet zo goed als bijvoorbeeld een goede zonnebrandcrème. Dus je moet daarbuiten eigenlijk altijd ook je huid beschermen. Met bijvoorbeeld een zonnebrandcrème of beschermende kleding. En één keer verbranden, ja, dat overkomt iedereen wel eens. Maar je moet wel echt voorzichtig zijn dat dat niet heel vaak gebeurt. Want dan ga je echt schade krijgen. Hoe erg is het dan dat je verbrandt? Nou, verbranden is niet goed, maar het overkomt echt iedereen wel eens. Maar als je vaak verbrandt, ja, dan ga je je huid wel echt beschadigen. Dus daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Okay. En vergelijk het een beetje met je favoriete broek. He, op een gegeven moment krijg je slijtageplekken en dan merk je het nog niet zo heel erg. Maar op een gegeven moment gaat die echt kapot. En zo is het met je huid ook een beetje. Nou, staat er op de flesjes altijd iets over de beschermingsfactor. In dit geval factor 30. Maar wat betekent dat nou precies? En wanneer weet je eigenlijk welke factor je moet gebruiken? Als je echt een hele gevoelige lichte huid hebt, dan kun je beter zo hoog mogelijk gebruiken. Want in de regel is het zo, hoe hoger het nummer op de verpakking, hoe beter die beschermt. Maar gebruik in ieder geval een factor 30. En wat zit hier nou in dat dit niet een gewone crème maakt, maar zonnebrandcrème? Nou, eigenlijk is een zonnebrandcrème een gewone crème waar speciale zonfilters aan toegevoegd zijn. En die zonfilters die weerkaatsen of het licht, of die absorberen het licht als een sponsje. En hier zie je een paar voorbeelden van zonfilters die eigenlijk opgelost zijn en toegevoegd zijn aan een crème. En dan heb je een zonnebrandcrème. En je dus beschermd bent tegen de zon. Precies.
Als je niet wil dat de zon je huid beschadigt, dan zit er maar één ding op. En dat is smeren, smeren en nog eens smeren. Met zonnebrand natuurlijk. Maar wat doet dat dan precies? Nou, om dat te laten zien gaan we een klein testje doen met Hanneke en Jetske. Wat gaan we precies doen? Nou, we gaan op jouw wangen twee zonnetjes tekenen. Eén aan de ene kant en één aan de andere kant. Andere kant. Dus vervolgens gaan we er aan één kant een gewone crème smeren en aan de andere kant een crème met een zonfilter erin. Nou, kijk maar eens naar het resultaat. Oh, wauw! Ja, je ziet heel duidelijk het verschil. Klopt inderdaad. Het zonlicht wordt hier niet meer doorgelaten en daardoor ligt het zonnetje niet op. Dus aan deze kant zit het product met de zonfilter. Dat zonnebrandcrème werkt, dat heb ik gezien, want dat zonnetje op mijn wang was weg. Maar hoe moet je je nou op een goede manier insmeren? Om de factor te halen die op de verpakking staat, moet je bijvoorbeeld voor je gezicht iets meer dan een halve grote theelepel gebruiken. Dus dat is ongeveer zo'n hoeveelheid, alleen voor je gezicht. Oh, dat is meer dan dat ik gebruik? Dat is meer dan de meeste mensen gebruiken. Als je je lijf goed wil insmeren, moet je wel 6 tot 7 eetlepels met zonnebrandcrème opsmeren. Zoveel? Ja, dat is veel meer dan eigenlijk bijna iedereen doet. Ja. En je moet niet alleen dik opbrengen, maar ook nog eens om de 2 uur. Dus de volgende keer dat ik naar het strand ga, neem ik mee een grote fles zonnebrandcrème, een theelepel voor het gezicht, een eetlepel voor mijn lijf en, oh ja, niet vergeten de wekker te zetten. Om de 2 uur smeren.